Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben de livestream aan het doen. Als je zin hebt in deze video, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal, klik op belletje. Een belletje in Nederland, heel erg fijn. Ik vind het wel grappig, want heel veel mensen vragen nu van... ja, hoe gaat het met Bel? En hoe gaat het met Chu? En dan zeg ik gewoon, ik heb geen idee. Maar jongens, ze is er. Zo, dat was het alweer. Computer afgesloten. Ik ga naar boven toe eten. En dan zie ik jullie op de manege. Mijn moeder en ik hebben moeder-dochter armbandjes om. Yeah. Die kun je nog een keer laten zien. Die heeft Fieve met een paard sproet gemaakt. Volgens mij uit een paard sproet. Ja, er stond veel goedje sproet. En die heb ik uitgepakt. En dan kwamen deze twee super mooie armbandjes uit. Daar nog heel erg bedankt voor. Dragen ze. En vandaag is een best wel drukke dag. We gaan eerst oerbalans ophalen. Dan gaan we hopelijk de paard op de wei zetten. En we gaan even langs de horse store voor nieuwe schoenen, joggers, iets in die richting. Vanmorgen heeft Francis voor onze paarden en in de molen gezet en losgezet. Dus daar zijn we heel blij mee. En dan mag ze nu even op de wei zijn. En ik sta nog vrij. Eén, omdat het ineens onwijs warm is. En twee, omdat we een aantal... Ja, hoe zeg je dat? Dingetjes moeten doen, regelen. Nou ja, goed. Oeh, wat moeten wij regelen? Oerbalans halen, je moet nieuwe joppers hebben. Trailer. We moeten even de trailer halen, want morgen gaan we naar het strand met de paardjes. Ja. Tenminste, jij en Bella. Alleen, ja. We zouden met z'n drieën gaan, maar toen besloot Don weer een ijzer eraf te trappen. Ja. Dus die kan niet over de weg heen, die kan alleen op het strand lopen, dus dan gaan we met de trailer. Dus al met al moeten gewoon dingetjes geregeld worden. Maar eerst oerbalans halen. Ja, dan paarden hopelijk op de wei zetten, dan naar de horse store toe. Dan gaan we naar Monster toe kijken of we onze trailer een mooi plekje voor kunnen vinden. En dan gaan we weer naar de manege toe. En dan gaan we daar de paarden van de wei ophalen. We gaan naar huis. Nee, ik moet de hapjes nog doen. Ook dat. En dan zijn we klaar. Zo, dat was klusje 1, de oerbalans. Nu naar de paarden. Er is voor heel de dag geen plek op de wei. Dus dat is wel heel erg jammer. We gaan nu naar de horse store toe. En daar gaan we joppers, kijken voor joppers. Ja, dan komt Tess terug. Die gaat de paarden loszetten, in de molen zetten, wandelen, poetsen enzovoorts. Mm-hmm. Dan ga ik even naar het strand toe om daar... Kijken welke parkeerplaats we moeten hebben. Ja. Morgenochtend. En dan komen we terug. En dan, dan heb jij tijd gehad om de paardjes allemaal te doen. En de hapjes. En dan heb ik tijd gehad om even de plek te zoeken. En dan kunnen we morgen naar het strand. Jee. Je moeder gaat je heel leuk filmen met die sokken onder je korte. Oh, maar dat is voor haar mode. Nou, ik heb een. Zo loopt ze twee zo vaak. Zomers lang. Heb ik met zulke sokken rondgelopen. Oh, en dan onder je korte broek. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga nu naar de manege toe. En ik ga even mijn nieuwe joppers aan doen. En dan ga ik de paarden doen. De stapmolen zetten, poetsen, dat soort dingen. Dan gaat mijn moeder gaat naar het strand toe. En kijken of daar een mooie parkeerplek is voor ons. Ik vind het echt warm. Ik heb het warm ineens. Ja, het is nu 22 graden. En ik heb de hapjes gedaan, geveegd, dat soort dingen. En we zijn nu op weg naar Middelhof. Ja, daar gaan we de trailer ophalen. Morgen gaan we op straatrit. Ja. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dat betekent wel dat je vroeg in bed hebt morgen. Hoe laat? We moeten om 7:10 weg, dus 7:15 je bed uit. En dan zijn we om 7:30 op stap. Ponies inladen, zadels erbij. Zijn we rond 8 uur weg, 7:50 op strand, zoiets. Oh,
haren kapot. Dat was dan weer vandaag. Ja, tijd om naar huis te gaan. Ja, best wel moe ook. Ja? Ja. Zo druk heb je niet gehad vandaag, toch? Nou, aan het eind van de dag wel. En of nog oh, niks. Oh, een elektrisch hek zelfs. Een elektrisch hek, wauw. Nieuw oh, kijk, ze hebben ook kijk. Oh, cool. Dat vinden wij wel heel erg Ja, ik hou van hekken, dus ik ben er blij mee. Ja, wij gaan naar huis toe. Dan zie ik jullie morgen weer. Morgenochtend. Heel vroeg. Ja. Heel vroeg. Echt heel vroeg. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Wij zijn met de trailer weg. Maar hier komt een video over. En die zien jullie morgen. Dus, zien jullie morgen. Dat is met haar eigen kamer, met de telefoon aan het vloggen. Ik ga even Veron in de molen zetten. Boris mag even in de molen. Gaan we de ponies inpakken. En dan gaan we naar het strand. Het is toch niet helemaal droog, geloof ik. Dus pak even een andere camera. Paardjes hebben vrij, die staan op de wijk, zoals we aan het filmen. En Tess vindt dat Jill aandacht verdient. Nou, dit gebeurt er dus als Daan er niet is. Oh. Als Daan binnen zit. Want dan... Sorry voor de wind, geen microfoon. Want dan gaat Jill gewoon liggen. En dan wacht ze totdat Daan komt, of dat ze Daan ziet. En dan rent ze er in één keer naartoe. En nu is ze gewoon heel zielig omdat Daan er niet is. Oh. Paardjes staan op de wei aan de overkant. Lekker aan het grazen. Vandaag zijn ze vrij. Morgen komt Elisa om ze te logeren. Want dan ben ik jarig. En dan zijn we een dagje niet bij de paardjes. Dus rare maandag en dinsdag. Omdat we niet veel te filmen hebben. Het is woensdag vandaag. Gisteren niet gefilmd. Want toen was ik jarig. Toen zijn we in de boot geweest. Maar vandaag gaan we op buitenrit. Met Blondie en Veroontje. Tess is nu even eerst Boris aan het doen. En het is inmiddels al 6:30. Dus het is wel laat. Maar ja, je ziet het is prachtig weer. En dat we dan wat later zijn. Het is tot 10:00 licht. Dus op zich geeft het niet zo heel erg. Ik moet even de autosleutels hebben. Want ik heb magneten. Goed zo! Boris die begint het steeds beter te snappen geloof ik. Ja. Oh. Boris is alleen een beetje boel. Ja, wat heb je met het weer wel eens? Dank u. We hebben allebei... Wat? Blauw, paarse handen. Ja, dat komt van de kersen die we gehad hebben. Ik heb een kersen voor mijn verjaardag gehad. Tada! Jij bent bijna klaar, denk ik? Ik ben klaar. Oké. Okay. Zes klaar. Boris is moe. Heb je hard gewerkt? Ja. Goed geluisterd? Ja. Goed bezig, Boris. Oké, okay, ik ga eventjes magneten uit de auto halen. Nou, daar zijn ze. Ik ben er fan van, want je kan ze dus gewoon ergens aan, wat van ijzer is, kan je ze gewoon met plakken. En dan kun je daar je halster bijvoorbeeld aan ophangen. Ik zal het even laten zien. Gewoon je halster ophangen. Tadaa! Zo, spulletjes zijn gepakt. Tess een zadel halen, hoofdstuk halen, gaan poetsen. Het is 7:10. Is een beetje laat, Blondie? Ja. Heb je ijzer er ook weer afgehaald, de vrouw? Nee, ja, wel. Dus die is er nou weer opgezet door de hoefsmid. Toen kunnen we lekker naar buiten. We kunnen niet heel lang meer naar buiten, want het kind is weer een beetje langzaam. Ja. Veron en ik zijn klaar. Dankzij Francis is Tess ook bijna klaar. Want Tess die heeft druk met Daan even helpen. In hun video kan je zien wat er aan de hand is met Daan. Maar daar gaan we naar buiten. Inmiddels, ik heb net... Met rechts opgestapt, dat doe ik vaak. Alleen nu twee handen voor aan het zadel, dat heb ik vandaag geleerd. En dan is rechts opstappen ineens gek. Het is me gelukt, maar ik vond het niet zo heel makkelijk. Oké, we zijn nog bezig, maar we kunnen zo. Nou.
oefening. Verona vindt het niet fijn om alleen te zijn. En Tessie wil graag het springpad doen en ik heb daar niet zo zin in. Dus Tessie gaat nu even rondcrossen. Moet Verona wachten, dat vindt ze spannend. En dan komt die pony zo meteen weer langs scheuren, denk ik. En wij wachten gewoon. Oh, ze is omgedraaid. Ja, dat kan ook. Maak maar gewoon een rondje. Oeh. Maak maar een crossrondje, Tess. Wat zei je? Maak maar gewoon een rondje. Oh. Inmiddels hebben we een rondje gedaan. Ik heb zelfs wat draf gefilmd. Op mijn telefoon is niet zo makkelijk, dus dat doe ik niet. Ik heb zelfs even gesprongen nog. Ja. Tess die is een paar keer gegaan, maar mijn rug zei gelijk van je hebt een paar weken niet, of een paar weken, je hebt de afgelopen dagen niet paard gereden. Dus au. Die moet eerst weer los. Die is nu wel weer los, maar nu ga ik niet meer springen. Dus wij gaan nu weer terug richting de auto. Kijk, dit zijn weer knotwilgen. Die worden gewoon gesnoeid, dus het is niet zo erg. Dan halen wij takken eraf, omdat de paarden het heel erg lekker vinden. Maar Blondie die besluit dan om zelf ook maar even een hapje te nemen. Nou zit Tessa voor, dus... Oh daar, kijk. Zo ertussen. Dus dan neemt Blondie alvast even een lekker hapje. Hoe jullie het misschien wel kunnen zien, maar we zitten in een wolk van vliegjes. Dat zijn echt hinderlijke rotvliegjes. Je ziet het vooral tegen Tessa blauw. Ja, dan gaan ze omhoog. Zo. Het is mega irritant in ieder geval. Paarden zijn afgezadeld. We hebben nu nog even een hapje slobber gemaakt, alleen we hebben ook pintjes. En de pintjes zijn niet zo heel goed. Dus nu worden ze per stuk nagekeken door de dames. En dan alles wat vies is, dat moet weg. En alles wat goed is, dat mogen de paarden hebben. Dus nou, goed bezig dames. Het plan is dat je het ook voor zou kunnen zijn, hè? Kijk, en dat dingetjes gebeuren of dat iets niet helemaal gaat zoals je wil, dat heeft alleen maar mee te maken dat je er dan meer tijd in zou moeten stoppen. Dat je het vaker moet oefenen, hè? Dus komt erbij. Gisteren hadden jullie ook echt hele intellectuele samenspraak. Ja, gisteren waren we ook intellectueel. Even mijn OCD wegwerken. Nou, Tess ging gisteren hartstikke goed met Boris. Boris vindt trouwens van niet. Dus we gaan vandaag daar eigenlijk weer kijken of we daar hetzelfde kunnen bereiken. En daar misschien een stapje meer in kunnen zetten. Een stapje weer vooruit kunnen zetten. Dus jij hebt links weer je teugel in het been op de muur. Rechts weer je teugel in het been. Zo, ja. En jij geeft hem eigenlijk ook niet de gelegenheid om aan één teugel meer of minder te hangen. Aan de bespiering met Boris zien hoe dat het goed ging eigenlijk. Kijk, we hebben hier zelfs een beetje denkzweet, dus hij heeft er goed over nagedacht. We zien altijd een veel uit. Ik weet natuurlijk weer niet zo goed of dat... Oh Boris, je manen moet even aan de andere kant. Ja, wat ik dus heel fijn vind om te zien is dat we hier bovenin strookjes zweet hebben. Dus dat hij echt die bovenste halsspieren heeft gebruikt. En hier op de schoft is die ook eigenlijk heel erg goed bezweet, dus dat betekent ook dat hij goed met zijn schoft omhoog heeft gelopen. Achter het zadel, dat is natuurlijk altijd eigenlijk ons hoofddoel dat ze daar bezweet zijn. Maar dat is wel meer als je in het hogere werk echt al met heel veel, dat je je paard sluit en heel veel verzameling. Ik voel wel dat hij hier heel warm is, dus dat betekent wel dat hij dit gedeelte van zijn rug goed gebruikt heeft. Hier worden we heel blij van. Hier zit zijn buikspier. Hier hebben we ook echt heel mooi zweet zitten. Dus dat betekent dat hij
En dat zien we eigenlijk ook hier, dat hij mooi zijn buik aangespannen heeft. Waardoor hij zijn rug daar ook dan weer boller heeft gemaakt. En ik ga nu even wel achter hem staan. En kijk, we hebben hier ook bilspierzweet. Kijk, we zijn video's aan het maken, of TikToks aan het maken. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet vlekkeloos. De honden moeten meewerken. Ga jij nou zeg. En Kier wil zich er ook nog mee bemoeien. Kom, kom maar. Kom, het is leuk in deze stal. Ik vond dit zo'n leuke video, al echt heel lang, alleen de honden vinden het niet leuk. Oké. Kom, Jill. Ik ben even aan het poep scheppen en zo gaan de paardjes van de wei af. Shoei komt daar ook aan, die gaat ook poep scheppen. En dan is het weer helemaal toppie. Nou, dacht ik eindelijk, jee, ik ben klaar. Maar blijkbaar vond deze madame het leuk om nog een poepie te leggen. Yeah. Willen wij je heel erg bedanken dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en klik op het belletje, want... Dat vindt Belletje leuk, die nu in Nederland is. Tjoe, dat was jouw tekst. Oh. Nu gaan wij lekker op buitenrit, maar dat zien jullie in de weekvlog.